Vanavond in het Po-nieuws. Kamervoorzitter wil parlementaire pers de mond snoeren. Wie denkt u wel niet dat u bent? Nou, ik ben de voorzitter van het presidium. En we hebben nog weer eens onze eigen boekjes met regels erop nagelezen. En zo staat het in het boekje met regels. De Vrouwenpartij wil gratis geld voor, jawel, vrouwen. Er zijn 3,2 miljoen vrouwen die niet weten hoe ze zichzelf moeten financieren. Nee, en daarvoor zijn ze getrouwd met mannen. Daarom doen wij het. En poontvluchtheuvels in de gemeente Wijchen. In Utrecht hebben ze een regenboog-zebrapad voor de homo's. En Wijchen heeft nu vluchtheuvel. Ja, voor de homofiele asielzoekers misschien of zo. Goedenavond, dit is het Po-nieuws van dinsdag 2 september. Frans Timmermans is door het kabinet officieel naar voren geschoven als nieuwe Nederlandse eurocommissaris. Vandaag solliciteerde hij met succes bij EU-baas Jean-Claude Juncker. En wanneer schijn niet bedriegt, mag Timmermans zich vanaf volgende week zelfs een heuse supercommissaris noemen. Feest dus in huize Timmermans, maar ook in huize Koenders. Laatstgenoemde zou namelijk de voornaamste kandidaat zijn om de populaire minister van Buitenlandse Zaken op te volgen. Minister Frans Timmermans verlaat ons kabinet, ons mooie landje. En dat verdient een bloemetje. Maar laten we eerst eens even kijken naar de reacties in de Kamer op zijn vervanger, Koenders. Nu krijgen we straks Koenders in het kabinet. Nou, dat is toch echt wel de hel voor de VVD, lijkt mij, hè? Nou, volgens mij moeten we eerst maar eens afwachten wat er in Europa allemaal uitkomt. Pas op van dat ding daar. En dan zien we vervolgens wel weer waar de PvdA mee aankomt. Maar heel veel linkser krijgen we niet aan Koenders, hè? Nou, heeft u wel eens van Castro gehoord? Ja. Nu heeft het kabinet op hele chique wijze Timmermans weten te lozen. Krijgen we Koenders? Ik las dat er iemand al zou te popelen, ja. Dat is toch iemand van de VVD die zal daar niet zo heel blij mee zijn, Koenders? Nou ja, dat is het nadeel van het samenwerken. Dan mag je niet alle ministers leveren. En verder wie, ja, daar weet ik ook allemaal niet. Het zijn ook allemaal speculaties, dus daar weet ik ook niet zoveel van. Volgens zover ik weet is Timmermans nog steeds up and running en mijn trouwe collega op BZ. Koenders straks, die loopt nog net niet met ISIS-vlaggen te wapperen. De heer Koenders ken ik goed. Die is links, hoor. En ik heb hem verschillende keren gesproken in Mali. Maar die is links. Ja, ken je hem zo goed? Wat? Ja, weet je toch ook wel? Nee, je moet hem echt, je leert hem beter kennen, zou ik willen zeggen. Maar vooralsnog is Timmermans up and running op zijn post. Maar ik ga nu Mollingen vragen beantwoorden. Doei. Hoi. Ik ga niet op iedere kandidaat die er eventueel zou komen voor welke functie dan ook een reactie geven. Want ik weet er gewoon, ik weet helemaal niet of Timmermans ons gaat verlaten. Dat weten we wel. Ja, ik zou het jammer vinden, maar ik weet dat nog niet. Dat Koenders komt, bedoelt u? Ik zou het jammer vinden dat Timmermans ons gaat verlaten, ja. En dat Koenders dan komt? En wie er dan komt, wacht ik dan wel rustig af. Als het maar niet Koenders is. Meneer Timmermans, kijk eens eventjes wat ik voor u heb. Ik wou toch even afscheid nemen van u. Want, nou ja, ik zal u wel heel erg gaan missen, meneer Kos. Het kost wat het ook is. U was dan wel een PvdA, maar wel een hele leuke minister. En ik wou u toch een gedag zeggen. Nou, wat lief van je. Dankjewel. Drie zoenen doen erbij, even zo. Ja, toch wel. En dan ga je goed in Brussel, hè? We zullen zien. Zet hem op, hè? Dankjewel. Frans, we zoeken je op in Brussel, hè? Daar drinken we een wijntje, hè? En bedankt voor alles, hè? In het Po-nieuws, Politiek Den Haag terug van weg geweest. En Kamervoorzitter wil parlementaire pers de mond snoeren. Want waarom loopt u nu eigenlijk zo door? Nou ja, omdat ik gewoon een andere afspraak heb. We kunnen hier toch over praten? Even je pasje naar binnen, alsjeblieft. Het parlementaire jaar is weer begonnen. En daarmee ook alle belangrijke dingen die daarbij horen. Neem nou bijvoorbeeld het aanbieden van petities. Het zijn er jaarlijks vele honderden, maar de primeur dit jaar ging uit naar die van de Vrouwenpartij. Zij waren er vandaag als de kippen bij om een basisinkomen te eisen voor, jawel, vrouwen. Meisjes, ze maken ons kapot, meneer. Ik
ik heb voor jullie een bloemetje, want mijn vader zegt altijd, als je naar de vrouwtjes gaat, moet je altijd even wat meenemen. Het is helemaal prima. En kijk naar het organisatieproces van die verkiezingen. Dan zie je gewoon dat steeds oude, rijke mannen het kunnen zich permitteren om mensen verkiesbaar te stellen. Er zijn 3,2 miljoen vrouwen die niet weten hoe ze zichzelf moeten financieren. Nee, en daarvoor zijn ze getrouwd met mannen. Daarom doen wij het. Dus volgens mij willen ze vooral dat vrouwen... het vrouwengeluid in de politiek gewoon veel prominenter weer terugkomt. Net hebben ze jou toch voor? Niet dat er heel veel vrouwengeluid uit je komt. Als je kijkt naar wat er nu gebeurt, dan heb je een soort hangmat bij het... In de boom, een hangmat in de boom en de hele dag maar maffen terwijl die mannen aan het werken zijn. Nee, maar je hebt een hangmat en die hangmat die heet bijstand. Persoonlijk vind je een basisinkomen wel interessant. Ja. Ja, of jullie nou uitkeringen uitdelen of gewoon gratis geld weggeven. Ja, de PvdA is er groot mee geworden. U bent voorstander van 12.000 euro per jaar te geven aan iedereen. Dus ook aan... niet aan iedereen. Dat is... Wie niet dan? Nou, wij vinden... Aan mannen? Nee, ja, onder andere. Waarom kwam je nou te laat? Omdat ik een bespreking had. Ja, maar dit was van de vrouwenpartij, dus er komt eindelijk iemand voor je op. Ja, en daarom. Als je zijn de baas wordt, hoef je niet meer de kopjes af te wassen voor Buma en dan kom je te laat. Mevrouw, komt hier nog een eind aan? Ja, kijk. Het zijn... Godsamme kraken, zeg. Dat is slapgehouden hoeren. Nee, ik weet het niet. Waarom hebben vrouwen toch altijd zoveel stof nodig om iets uit duik te maken? Ik wist niet dat het recht op petitie was dat je gewoon maar oeverloos door moet houden nelen. Ja, maar dat is jouw oordeel daarover. En ik vind het helemaal geen gouden hoer. Nou, en nu even lekker het glazen plafond lappen. Ja? Doeg. Nederlandse voetbalclubs hebben deze zomer goede zaken gedaan op de internationale transfermarkt. In totaal werd bijna 100 miljoen euro verdiend. En daarmee doet Nederland het beter dan welk land dan ook. Uitstekend nieuws dus voor de boekhouders, maar slecht nieuws voor de voetballiefhebbers. Hoe kan het nou dat we de meeste winst hebben gemaakt van heel Europa qua transfers deze zomer? Nou, het bevestigt eens te meer dat we een opleidingsland zijn. Ja, als je hem 5 keer hoog kan houden, ben je weg, hè? En dat is elk jaar zo en nu weer? Ja, maar dat is wel het lot van de Nederlandse competitie. Elke keer zijn de aantrekkelijke spelers, dus dan al jaren achter elkaar, die dan weggaan als de seizoenkaart al lang is aangeschaft. Verheugd je op een goed bandje en dan is de zanger alweer weg. Ajax 120 miljoen op de bank staan en denken wij van ja, koop eens even iemand voor 10 miljoen. Ja, en wat dan? Dan heb je iemand die geen enkele garantie hebt dat hij slaagt. Mijn vader zei 15 jaar geleden, we worden een soort Denemarken over 15 jaar. Nou, daar lig ik heel vaak in de clinch met vader Kraai, maar had wel gelijk. De Tros bestaat precies 50 jaar en dat moet natuurlijk worden gevierd. En dus was vanavond zo'n beetje toetbekend Nederland aanwezig voor een feestje in het Amsterdamse Theater Carré. Wij waren vooral benieuwd of ook zij gebruik maken van Apples populaire fotodienst iCloud. Meneer Huisman, u heeft wel gehoord wat er allemaal mee kan gebeuren, toch? Met iPhones. De wereldberoemde sterren in Amerika. Allemaal naakt op het internet. Jij hebt ze gezien. Ik heb ze gelijk allemaal uit mijn eigen iCloud gehaald, de foto's. Oh, zijn die uitgelekt? Joh, laat zien, heb je ze bij, joh. Wil je ze zien? Ja, dat was wel zien. Jennifer Lawrence. Oh, heerlijk, laat zien. Er is niks mis mee. Wij liepen naakt in de jaren 60 en 70 op de Dam. Dat hebben we al lang gehad. Toevallig ook wel eens naaktfoto's ontvangen of gemaakt? Even denken, nee. Kom op, zo vader, zo zoon? Ja, nee. Mijn wilde tijd is al heel lang over. Ik doe de hele dag niets anders dan naaktfoto's van mezelf maken. Nee? Dan kijk je daarna en denk je, wat ben ik lekker. Maar ben ik blij dat dit niet uitlekt, denk ik dan. Nou, die van mij zijn nog niet uitgekomen, denk ik. Dat hebben we weten houden. Ja, dat houden we ook zo. Hè? Ja. Ik heb nooit geen foto's ontvangen, nee. Zo saai. Ja, ze sturen ze niet aan mij. Ja, over de iCloud, wat ik je net zei. Heb je al je naaktfoto's gewist? Dan blijft er geen foto meer over. Ja, post uit de Tweede Kamer afgelopen week. En wel een brief van Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg. Mevrouw sommeerde de parlementaire pers om onhandige reacties van politici in de toekomst niet meer uit te zenden. Letterlijk staat in de brief te lezen dat op het moment dat een Kamerlid en of bewindspersoon aangeeft niet meer te willen meewerken aan een onderwerp, de opnames gestopt dienen te worden. Maar het kan nog gekker, want ook het al opgenomen materiaal mag volgens Van Miltenburg voortaan niet meer worden gebruikt voor uitzending. Ja, en dan ben je bij ons toch echt aan het verkeerde adres, ofwel return to sender. Het politieke jaar is begonnen en wel met deze brief van voorzitter Van Miltenburg, waarin officieel wordt dat de Tweede Kamerleden de pers mogen censureren. Ja, dat wordt me het jaartje wel, ja. Return to sender.
Dag mevrouw Van Miltenburg. Goeiedag. Uw politiek jaar begint hier tussen de kazen. Dat van ons is eigenlijk begonnen met een brief die wij van u kregen. Van mij? Oh, samen met Jos. Ja, klopt. Als het Kamerlid en of de bewindspersoon aangeeft niet te willen meewerken, worden de opnames gestopt en wordt het opgenomen materiaal ook niet gebruikt. Het is toch te gek voor woorden dat je hier je handtekening onder zet? Ja, nou, A is het geen handtekening. Ik ben hiermee akkoord gegaan. Nee, ja, akkoord gaan. Luister eens, ik ga niet over de leden. Dat heb ik ook tegen de Kamervoorzitter gezegd. Ik kan hooguit zeggen dat wat jullie vinden, dat wij dat gaan communiceren met onze leden. Ik vind als een krant op kan schrijven of fotograaf van minister Beende woedend weg uit debat, ik noem maar iets. Dan moeten wij als camera's ook kunnen registreren. Minister Beende woedend weg uit debat en zegt ik wil geen commentaar meer geven. En dat mag dan ineens niet meer. En ja, dan kun je niet het hele proces goed registreren zoals je dat eigenlijk zou moeten doen. Laten zien wat hier gebeurt met alle emoties die daar soms ook bij horen. U zegt in de brief dat de Tweede Kamerleden mogen bepalen van als ik een onderwerp aansnij, dat zij zeggen, ja, daar wil ik niet over praten, dus ik loop weg en dan mag het ook niet gebruikt worden, zegt u dan. En denk ik, wie denkt u wel niet dat u bent? Nou, ik ben de voorzitter van het presidium. En we hebben nog weer eens onze eigen boekjes met regels erop nagelezen. En zo staat het in het boekje met regels. Ik vind het nogal streng dat iemand die commentaar weigert, dat die weiging van dat commentaar, dat niet zou mogen worden uitgezonden of opgenomen. Dat vind ik wel te streng, ja. Jij stelt de vraag, hè? En dan zeg van, nee, daar ga ik niet over hebben, want ik zit er niet in. Waarom zou je het willen uitzenden? Maar goed. Ik kan jou heel veel voorbeelden geven. Daar kan ik zo een heel archief van Ponyo's opentrekken. Hoe mensen soms wel eens ook onhandig reageren. Wat ook weer wat zegt. Wat ook iets zegt. Als jij zegt, het is journalistiek van belang. En dan zou ik zeggen, gewoon uitzenden. Je mag dus niet meer. Want waarom loopt u nu eigenlijk zo door? Nou ja, omdat ik gewoon een andere afspraak heb. Maar we kunnen hier toch over praten? Ja. Even hier pasje naar binnen, alsjeblieft. Je moet toch proberen het beste eruit te halen? En ik denk dat we een aantal dingen eruit gehaald hebben. Dit zit de persvrijheid in de weg. En op het moment dat iets de persvrijheid in de weg zit, zou ik niet zeggen, als ik jou was, we hebben het beste eruit gehaald. Het is te gek voor woorden. We hebben eruit gehaald wat we eruit konden halen. Mevrouw Van Miltenburg, wat doet u hier nou spastisch over? Ik doe helemaal niet spastisch. Sta dan even stil, dan hebben we gewoon een gesprek. Ik vind het geen moeilijk onderwerp. Het is een onderwerp wat we met elkaar besproken hebben. Op verzoek van de parlementaire pers heb ik die regels nog eens opnieuw onder uw aandacht gebracht. Het is toch niet van deze tijd wat u doet? Er zijn heel veel gevallen, en nu formuleer je het in de meest fatsoenlijke en nette vorm, heel veel gevallen van mensen die achtervolgd zijn en die de lift niet in konden. Hoort er ook een beetje bij. Het is 2014, ja wel. Ik wil toch wel laten zien dat als iemand echt niet met een vraag overweg kan, dat hij dan een lift invlucht. Moet ik kunnen laten zien. Mag ik een voorbeeld geven? Daarnet werd ik twee camera's tegelijk. En de een vroeg over Timmermans en de ander vroeg over de MH17. En is het belangrijk dat we dat herdenken? Betekent dat ik even moet en wil schakelen? Ja, dat moet, ja, nou en? Ja, u bent Tweede Kamerlid, u moet kunnen schakelen. Dat kan u toch ook als geen ander? Ik bedoel het maar ik snap goed dat je daar enige pauze inbouwt. Jullie zijn toch geen kinderen? Nee. Nou, laten we jullie dan ook niet zo behandelen? Nee. Het is heel makkelijk voor een Tweede Kamerlid om te zeggen van oké, daar wil ik niet over praten, daar heb ik geen zin in. Zoals u nu doet bijvoorbeeld. Ik ga me daar toch niet aan houden. Ja, dat... See you in court. There you got a problem, friend. Zegt de Partij voor de Vrijheid. Vastgetekend. Ja, maar grondrechten zijn nooit onbeperkt, hè? Je kunt zoveel in een brief schrijven. Jij zegt gewoon doorgaan op de oude voet en laat maar lullen. Nou, ik zou in ieder geval proberen de regels op te rekken en te zien wat er gebeurt. En als ik dan sancties krijg, dan wordt misschien straks mijn kamerpas afgenomen. Dat ga je dan krijgen. Ja. Kom jij dan wel weer? Ja? Tuurlijk. Ook al ben je geen lid, voor jou kom ik altijd op. Zometeen in het Po-nieuws. Het is weer voorbij die mooie zomer. Niet alleen voor het Po-nieuws. Hey, Dijkga, wat leuk om je weer te zien, joh. Ja, hey, ja, nee, ja, geweldig. Ik vind ja. het zo fijn om jou weer even zo te zien na de vakantie. De Gelderse gemeente Wijchen beschikt sinds deze week over roze vluchtheuvels. Foutje in de communicatie tussen de gemeente en de leverancier van de verf. Een normaal mens zou bij het openen van de verfpot voor de zekerheid toch even contact opnemen met zijn baas. Maar een ambtenaar niet. De opdracht was de vluchtheuvels te schilderen. En aan die opdracht is voldaan. Wijchen, een lief plaatsje nabij de grens met Duitsland. Als u er doorheen zou rijden, zal het u waarschijnlijk niet eens opvallen. Maar daar heeft de gemeente Wijchen wat op gevonden, de poontroze vluchtheuvels in het leven te roepen. Of was dat toch niet helemaal de bedoeling? Hier nou misgegaan. Hier is een verkeerde kleurcode doorgegeven aan de aannemer. Ja, tot zover kan ik met u meegaan, maar
Heeft u dit door een paar goedkope Polen laten doen? Nee hoor, dat is verder een hele betrouwbare aannemer. En waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ik denk niet dat de gemeente hier schuld aan heeft. Nou, dat weet je niet als die de verkeerde verf besteld heeft. Ja, dan moeten wij het betalen, ja. Wat moet die schilder gedacht hebben? Ik denk die net zo hard lacht als wij. Wat denkt zo iemand dan? Ja. Die denkt dan niet van ik bel mijn baas of ik ga gewoon aan de slag. Hij denkt, ja, ik heb dit meegekregen, dus dan ga ik erop smeren. Hartstikke kleurenblind. Misschien wel, ja. Als jij een blik verf opentrekt, als je een vluchtheuvel moet schilderen, en het is die kleur, wat denk je dan? Dat het niet goed is. Dan bel je je baas even. Ja. In Utrecht hebben ze een regenboog-zebrapad voor de homo's. Een wiegen heeft nu vluchtheuvel. Ja, voor de homofiele asielzoekers misschien of zo. Al met al, even of je de kleur nou goed vindt of niet, vakwerk. Echt vakwerk. Het is hartstikke netjes gedaan. En dat mag ook wel een keer gezegd worden. En dat is zo is maar net. Ja, net als voor het Po-nieuws zit ook voor Den Haag het zomerreces er weer op. En dus was het vandaag bijpraten geblazen en vakantiefoto's uitwisselen. Het mogen duidelijk zijn, het politieke jaar is weer begonnen. En natuurlijk gaat dat gelijk hard op de inhoud. Maar hoe leuk is het ook om elkaar weer te zien. En een beetje te keuvelen over de vakanties. Want laten we eerlijk zijn, wij zijn hier ook maar gewoon mensen. Hé, hey, Dijkgraaf, wat leuk om je weer te zien, joh. Ja, hey, ja, nee, ja, geweldig. Ik vind ja. het zo fijn om jou weer even zo te zien na de vakantie. Ja, nou, mag ik je nou een vraag stellen? Ik heb je toch een hele tijd niet gezien, Dijkgraaf. Ik heb je wel gemist, hoor. Ja, en dan geef ik altijd een hand zo van... Ja, je houdt ja. het beschaafd, ja. Ja. Nou ja, maar ook wat emotie hoort er toch ook bij. Ik heb je echt gemist. Ja, mooi. Hé, hey, Dion. Fijne wat zeg je? Fijne vakantie gehad. Nou, en of? Ja. Lekker lang ook, hè? Ja, je ziet er goed uit in ieder geval. Dankjewel. Ik wou dat ik hetzelfde terug kon zeggen. Dat is... Je begint al meteen wel goed, hè? Was het zomertje wel voor jou, hè, Frits? Ja. Jezus, Mina, ik heb het hier en daar wat gelezen. Ja. Heftig? Ja, dat was... Maar goed, ook dit stormpje overleven wel weer. Maar goed, uiteindelijk wel een stoot van 30, las ik. Dat is niet de reden. Ja, dat is toch ook wel... Nee, kom op, we zijn niet met politiek bezig. Nee, maar goed, maakt allemaal niet uit. Maar wel heftig of ook wel leuk? Want verliefd zijn is ook wel weer leuk, toch? Zeker met het mooie weer. Hey Henk, leuke vakantie gehad? Ik heb een uitstekende vakantie gehad. Wat heb je gedaan? Ik ben naar Spanje geweest. Naar Lloret de Mar? Nee, niet naar Lloret de Mar. Ja, van die rietjes allemaal uit zo'n sangria. Ik heb wel een paar dagen op het strand geweest, maar ook veel in de berg. Ik heb gehoord dat jij tijdens de reces dat jij ook getrouwd bent. Dat klopt, ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Mag je er nou ook vaker op? Ja, zeker. De eerste keer seks gehad, hè, sinds 10 jaar. Dus ja, zo gaat dat. Allereerste keer? Ja. Hij zegt net tegen mij, ik mocht er voor het eerst op. Waarop? Ja, op jou. Op jou? Is dat zo? Ja, ik ben ietsje groter dan Dion, dus ik zou eerder andersom denken. Dat hij denkt van, nou, ik kan hem misschien optillen dat hij ergens bovenop komt, maar... Ja, de daad. Dat is de daad. Ja. De daad, ja. Allereerste keer? Ja. Je hebt wel veilig gedaan, hè, Dion? Ja, dat weet ik nog niet. We gaan ons niet voortplanten, hè. Waar ben je nu eigenlijk op vakantie geweest? Mallorca. Mallorca? Ja. Zo, chic. Nou, dat was lekker rustig. Zo chic, hoor, daar. Nou, dat viel mee, maar... Oh, het is best luxe. Ja, dat ligt er waar je gaat zitten, ja. Ik weet niet waar jij altijd heen gaat, maar... U heeft de toetjes ook niet laten staan, hè, zie ik. Jawel, ja. Oh. Ja, massaal. Ja. Het is echt aan de lijn. Ja, behoorlijk. Dat is dan ook flauw dat ik dat nu zo zeg. Ja, dat vind ik wel. Dat mag je dus ook niet uitzenden. Dus bij deze volgens de afspraken, dat zenden we niet uit. Veel meisjes gehad in Lloret de Mar? Nee. Achteraan gegaan? Nee, ik ben ook niet in Lloret geweest. Nee. Dat is natuurlijk zo. Nou ja, ik vertel jou dat ik in Spanje ben geweest, maar dat is een andere plaats dan daar. Dankjewel, Henk. Graag gedaan, hè. Dag, Henk. Tot zover Po-nieuws. Ik wens u nog een hele mooie avond en tot morgen.